Hey allemaal, daar zijn we weer, Dutch Dragon Civilization 5 met China. Deze is een dagje te laat, waarvoor excuses, maar we pakken hem snel weer op. De eerste beurt is alweer aan het laden. We spelen natuurlijk vooral om de Russen het leven zuur te maken. En daarnaast gaan we natuurlijk ook nog steeds proberen om die overwinning binnen te halen. Dat wordt nog een lastige klus. Maar we gaan gewoon kijken wat er in het vat zit. Goed. Nieuwe trade route, dat wordt Venice. Dat vegen we verreweg het meeste op. Cash is ook weer positief. En we hebben zelfs ruimte voor nog een cargo ship. Dat betekent dat we Beijing, wat mij betreft, op science kunnen gaan zetten. In plaats van economy. En hieronder denk ik maar gelijk een extra trade ship gaan produceren. Oké. Unit niet zo erg, een musketman. Ja, die heeft een en ander verkend hier. Laat hem nog even hier naar beneden lopen. Wie weet zit er nog een mooi plekje voor een stad. Ja dus, want ik zie al een marble. Hier kan nog een klein boerderijtje. Oh, dus jammer dat hij daar niet helemaal heen kan. Dan mag hij naar hier. Dan kan hij daar beginnen met de aanleg van spoorlijnen. Dat geldt ook voor jou. En hier nog wat olie, ik weet niet hoeveel. 7, mooi. Het is mooi dat we die uit Russische handen weten te hebben, want de Russen hebben als bonus van hun land dat ze alle olie volgens mij dubbel krijgen. Maar ik weet niet of ze überhaupt toegang hebben tot olie. Ik denk het wel, want ze hadden natuurlijk vliegtuigen. Kan het zijn natuurlijk dat ze die olie ergens traden met iemand. Ik zie zo op het eerste gezicht nog geen olie in ieder geval. Misschien net onder de Fog of War natuurlijk, dat zou kunnen. Ik zie er hier nog eentje, maar die zit net buiten zijn gebied. Dus wie weet hebben ze het niet. Iets om in de gaten te houden. Artillery. Belangrijk om te hebben, die hebben een groot bereik, dus je hoeft ze niet meer naast de stad te zetten. Je kan ze echt volgens mij wel 3 vakjes te buiten zetten. Dus als we hem hier neer zouden zetten, dan zouden we volgens mij nog steeds Utrecht kunnen halen. Ja, er zit al een bergje tussen, maar afgezien daarvan moet dat dan lukken. Dan zet ik hem daar neer. Hier mag hij beginnen met een spoorlijn. Kan ik iemand schieten? De worker hier nadert het einde. Ik denk hier een markt. Market, sorry. Oorlog tussen Polynesië en Duitsland. Oké. Okay. Een museum. Boerderijtje. Dan maken we toch weer wat verlies, is opvallend. Oh ja, waarschijnlijk vanwege die artillery natuurlijk. Kom er toch wat units bij. Moet ik zorgen dat hier weer een zeemacht komt. Ik heb volgens mij nog steeds één schip hier beneden ergens. Ja, daar is hij al. Florence desires de Neuschwanstein. Dat is een wonder die we dus nog kunnen bouwen. Even kijken of ik hem al zou kunnen bouwen. Ik denk het niet, maar... Nee. Helaas. Deze is aangekomen. Ik kan dus hier een spoorlijn bouwen. Hij heeft dat al gedaan zo te zien. Kunnen ze van plek wisselen. Kan ook hier de spoorlijn komen. Hij kan gaan slapen. Hij past wel mooi hier denk ik. Engeland en Amerika hebben... Amerika en Duitsland, zo was het, hebben vrede gesloten. Maar heren, heb je zo'n ketsip? Ja, is goed. Gelijk in de plus. Uitklappen en alert. Nieuwe
warbomber met extra attack power tegen steden. Deze unit kan ik niet meer zo heel veel laten maken. Ik hoop deze even erbij. Kan hij daar nog wat doen? En daarna stuur ik hem ergens anders heen. De... Ja, ik neig naar de stock exchange. Wacht. We hebben hier nou wat musea gebouwd. Dus ik denk dat we inmiddels weer een archeoloog kunnen gebruiken. Amerika denounced dus. Oké. Okay. Ik denk dat heel veel landen toch boos zijn omdat we dus nog steeds met dat Rusland dingetje zitten. Ja, we made a promise with other civs to move our troops. And then broke it. Ja, helaas. Het zal nog wel een lange tijd tegen ons gebruikt worden. Nog een artillery. Volgens mij is dit eigenlijk wel een mooie plek om ook even te houden. Hoewel, hier op die berg kan ook geen kwaad. Jij mag ook door naar Utrecht. World Camp. Oh, zelfs hier is nu artillerie. Oké. Okay. Uitklappen. Luat kan niet, maar daar staat hij nog in de weg. Zo dan. Even kijken. Een harbor om connectie te maken met de hoofdstad. Museum. Even kijken. De workshop. Duitsland heeft vrede gemaakt met Rome en haar kleine bondgenoten. Maar hé, daar heb je Shaketsip. Samenwerken is prima. Deze unit heeft niet meer zoveel zin, dus die mag van mij weg. Sleep. Eentje verder. Assign delegates, world religion, Judaism. Wat mij betreft, nee. Ben luxury mag van mij wel, want ik heb het spul toch niet. Dat hebben dan misschien anderen weer last van. Fails, mooi. En de ban is passed. Oh, we hebben volgens mij precies meegestemd met alles wat Duitsland doet. En dat was al onze bondgenoot, dus dat komt mooi uit. Oké, mijn stad is bekeerd tot een ander geloof. Niet zo heel erg. Even kijken, wat gaan we hier doen? Ik denk dat we hier voor de... Nou, laten we eerst die stock exchange pakken. Levert tenslotte happiness op. Hier kan nog een mijn. Alert. Uitklappen en alert. Trade route over land. Levert nog altijd 19 op. Dus dat is prima. Is die boot hier eigenlijk ooit vertrokken? Nee, die ligt er nog gewoon. Nee, dat is een andere boot. Oké. Okay. Oké. Okay. We mogen weer een stad bouwen tegen de Russische grens, omdat we beloofd hadden dat hele lange tijd niet te doen. Dat is grappig. Rusland heeft dus wel een vloot, maar heeft alleen maar die binnenzee hier. Verder hebben ze er dus eigenlijk helemaal niks aan. Nog maar even een archeoloog. En hier kan wel een colosseum om de happiness op peil te houden. Hij is klaar. En heeft zo te zien gelijk naast de stad al een dig site. Dus ik kan hier gelijk gaan graven. Yes. Even kijken of een musea ik nog vrij heb. 1, 2, 2.
Nou, eentje wordt nu al gebruikt. Hier zijn blijkbaar twee plekjes. En hier ook. Oké. Okay. Nou, dan kunnen we nog wel wat archeologen kwijt. Jij mag naar hier. Je kan beginnen met ook een spoorlijn. Aluminium is binnen. Mooi. 8 stukjes. Ik denk de gelegenheid om jou naar hier te sturen. Kan je daar aan de spoorlijn gaan werken. En zo zijn we weer een beurtje verder. Thijsburg wordt aangevallen. Zij het licht. Mijn bondgenoot Venice heeft inmiddels ook moderne infanterie. Fijn dat hij onze kant staat. De olie hier is af. Ik denk dat ik hier nog even kijken hoor. Nou, er zit genoeg voedsel wat hij zou kunnen pakken. Misschien moet ik ook maar op voedsel zetten. Dus de harde gaat niet groeien. Dat betekent dat ik hier dan... ja, of fort misschien wel. Ja, eigenlijk niet zo'n gek idee. De spoorlijn. Deze is aangekomen, mooi. Kan ik gelijk een beetje nog gaan verkennen. 4 beurtjes nog voor de worker. Die zouden ook mooi even het dorpje in kunnen pikken. Krijgen we daar gewoon nog 25 goud voor. Ook weer mooi meegenomen. Hey, Wales. Kijk, kijk, kijk. Dit is een hele mooie om nog te... Ah, dan zit je waarschijnlijk net te dicht bij hem. Maar goed. Plekje om in de gaten te houden. De hydroplants kunnen gebouwd worden, want we hebben eindelijk aluminium. Geeft de plus 1 production in every tile next to a river. Nou, dat zijn er hier nogal wat. Sterker nog, dat zijn ze bijna allemaal. Laten we die maar heel snel binnenhalen. Ondertussen hier in Utrecht moeten we ook snel de courthouse in productie opnemen. Economy in a sad shape. Dat kan zij wel vinden, maar zo slecht staan we er helemaal niet voor. Misschien totaal goud is niet veel. Maar we maken winst, dus... je hoort mij niet klagen. Nieuwe Great Scientist. Mooi. La Vienta. We hebben een nieuwe stad ontdekt. Oh, ik heb hier gewoon toegang toe. Ideaal. Eens kijken wat hier nog allemaal zit. Ik ga deze consumeren. Daarmee hebben we ballistics binnen. En hebben we heel veel unrest opeens. Sta offerta non sarà valida per tanto tempo. Pensege. Geen idee waar dat ineens vandaan komt. Ik zie je bewondert mijn neunter mast. Maar misschien wel makkelijk op te lossen, althans gedeeltelijk. Treffen we. Oké, zodra de... Hun happiness namelijk in het rood gaat, dan krijg je binnen je steden dat er ineens vijandige units komen. En aangezien we niet in elke stad beveiliging hebben liggen, is dat geen wenselijke situatie. Het is wel de vraag waar het vandaan komt. We zien toch de druk van het toerisme. 21 wordt gegenereerd het aantal steden, 3 van de unhappiness. Nou ja, goed. De populatie is vrij hoog, maar ik zie nog niks van... culture of iets dergelijks, dus misschien dat we ergens een trade resource kwijt zijn geraakt. Well, you were saying... Nou, zo meteen even snel off camera kijken of we nog ergens wat binnen kunnen halen. Goed, hier kan een tweede houtzagerij bij. Dan moeten we hier snel op de happiness inzetten, dus dat wordt dan een bank, tenzij het nog iets anders heeft. Nee. Archeologisch klaar. Nou, dat wordt een makkelijke keuze dan. En hier is de eerste spoorlijn af en die liep naar hier. Oké. Mag je nu naar daar doorleggen. En dan hier naar beneden.
Dat is de timer. En ondertussen is het grote Christusbeeld in een faraway land gebouwd. Wat dan weer apart is. Want volgens mij hebben we alle leden of alle landen ontdekt. Dus waarom je dat dan zo geheim houdt, weet ik niet. Maar goed. Hij is klaar. Even kijken. Ja, hier zit nog een site, maar die ligt buiten ons gebied. Daar ligt nog een hele mooie. En deze settler is... deze worker is klaar. Hij zou nog hier naar beneden kunnen. Volgens mij best nog wel een plekje misschien om een stad te bouwen. Hier zo bijvoorbeeld. Nog wat iron, marble. Twee archeologie spotjes. Oh kijk, dit is ook nog een mooie. En daar zit Oostenrijk weer. Oké. Ik ga hem hier afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En ook heel graag tot de volgende keer.